En hij zei van, ik sta helemaal 100% achter, maar we gaan het wel goed doen. Ja. Ja. Schelden met homo, flikker of nicht. Op straat worden aangesproken, waarom zie je er in hemelsnaam zo uit? Echt, het gebeurt allemaal nog steeds. En dat maakt me boos en strijdbaar. De verhalen van de LHBTI-gemeenschap moeten we blijven vertellen. En daarom ga ik in Café Het Sluisje op gepaste afstand serieuze gesprekken aan met een lach. Vandaag ga ik in gesprek met twee queens. Megan Schoonbrood en Mama Queen. Mama Queen, Megan Schoonbrood. Ik vind het super cool dat we hier in Het Sluisje zijn in Amsterdam. Het drag theatercafé van Nederland. Wat maakt een goed optreden? Veel geld. Dat is wel waar. Hoe meer geld, hoe beter het optreden. Nee, ja. Ik denk dat hoe meer applaus, hoe beter het wordt. Ja, daar leef je van. Qua inhoud, gewoon een lipstick moet gewoon on point zijn. Ja. Je moet je woorden kennen, je moet op de juiste tel zitten, dus niet de voor, niet de na. Leuke outfit, doet ook wonderen. Ja, dat is gelukt vandaag. En ja, toch? Ja, absoluut. En je weet al, als de muziek die kant op gaat en jij danst die kant op, dan is het natuurlijk geen goed performance, hè? Een reveal werkt ook altijd goed. Dat je iets halverwege iets uittrekt, of dat werkt altijd goed. Een beetje spannend element erin. Wat nog meer? Ik denk gewoon, ik ga het hardst op gewoon publiek. Applaus. En dan komt de hele show vanzelf. Ja, goed publiek maakt wel een goede show. Oké, dus een beetje lullig dat ik in mijn eentje nu in het publiek zat. Dat is, nou ja, zo minder dan we de afgelopen maanden hebben gehad. Dus hey. Missen jullie dit heel erg, het optreden? Ja. Ik mis het heel erg. Gewoon applaus, gezelligheid, mensen vermaken, een leuke lach geven. En ja, het is toch wel een jaar geleden, hè? Ja. En hoe lang duurt het om in deze fantastische outfits te zitten en klaar te zijn dat het gordijn open kan? Ik heb alleen een eyeliner op. Ja. 5 minuten. Jij? Nou, ik heb wat langer nodig. Ik ben denk ik wel 2 uur bezig. Ja, van mijn hele normale dagelijkse outfit naar dit. Ja, 2 uur wel. We kunnen het in 30 minuten, maar tegenwoordig weet je, het is gezellig, je babbelt wat, we moeten opstarten, we worden ouder. En dat telt ook mee. Ja, en als je zwanger bent, duurt het ook al wat langer. Ja, want jullie zijn allebei, er zijn geen coronakilo's. Nee, dat zijn geen coronakilo's. Ik ben meteen 20 kwijt, zeg, hey. Nou, jullie zien er fantastisch uit, maar jullie zijn allebei zwanger. Ja. 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 We dragen elkaars kind. Ja. Nee, het is natuurlijk wel een statement een beetje van in deze tijd natuurlijk zwanger raken met twee dezelfde geslachten is natuurlijk wel een ding en dat moet gewoon uit de wereld. Ja. Ja, het is gewoon heel normaal dat, voor mij is het gewoon heel normaal dat... En ze krijgt een kind. Ja, een bijna. Echte. En ik krijg een kind. Ja, ik ben papa, ook nog. Dat denk ik, ik hoop het. Ja. Heel leuk. Jawel. Je kan nooit zeggen of je er klaar voor bent, maar ik ben er wel klaar voor. Ja. Zoals ik er klaar voor. Laat me komen. Ja, joh. Ja. Ja. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat jullie dus je podium ook gebruiken om ook een statement te maken. Het is niet alleen maar glitter en glamour, maar er zit ook wel een boodschap achter die jullie willen overbrengen. Ja, en het is ook wel een beetje zo dat, ook al wil je geen statement maken, doe je het alsnog. Ja. Dus dan denk ik, ja, dan kan je het maar beter bewust doen. Ja. Nee, maar jij doet het natuurlijk ook bij de politiek. Je wilt wat uitdragen, neem ik aan. En soms wil je wel een toon zetten. Ik bedoel, dat heeft iedereen natuurlijk die bekend is. Neem ik aan, kan natuurlijk met zijn bekendheid meer betekenen zonder woorden dan een andere persoon. Je kunt het voor lief nemen dat je dat podium hebt, dat je die positie hebt. Maar je kunt ook nadenken, hoe kan ik het bewust gebruiken om een punt te maken. En ik moet zeggen dat ik zelf, ik ga nu wel eens gewoon in een roze pak om een politiek statement ook te maken. Dat zou ik 10 jaar geleden ook niet hebben aangedurfd. Maar nu denk ik, fuck it, weet je. Er moet ook in Nederland gewoon nog zoveel gebeuren. Zijn er kledingvoorschriften als jij een keer op een hak wil? Mag dat? Ja, dat je zegt, van ik trek een jurk aan. Als we in de grote zaal zijn van de Tweede Kamer, dan verwacht de Kamervoorzitter wel dat je in ieder geval een jasje aan hebt. En das en zo, dat hoeft niet per se. Maar als er hele serieuze onderwerpen zijn, doe ik dat wel. Maar je zag vorig jaar had Jesse Klaver een keer geen sokken aan. En die kreeg echt meteen commentaar van, dat kon natuurlijk echt niet. Dus of een korte broek. Dat was iemand met een korte broek. Korte broek is echt no-go. Nee, dat was toch iemand met een korte broek die is geweest? Ja. Ik heb het opgelet. Ja, maar ik denk, let op. Ik ben wel heel benieuwd, als ik in een hak naar een debat zou gaan, zou denk ik Nederland ook wel weer hysterisch klein zijn. Ik zet je een hak. Ja? Zou ik zeggen, ik zet je een hak. Even een hak. Wil je iemand een hak zetten? Nee. Ik moest wel even nog wat beter leren lopen dan, want ik zag welke maat heb je? 2,43. Och. Maar dan kom ik wel een keertje bij jullie. Bij mijn schoenen zijn te groot dan. Hey, jullie hebben dit jaar allebei deelgenomen aan de allereerste Nederlandse versie van Drag Race. Echt een geweldig programma. Ik heb het denk ik net als jullie al verslonden toen er allerlei Amerikaanse seizoenen waren.
Hoe belangrijk vonden jullie het om deel te nemen aan dat eerste seizoen? Nou, ik vond het heel belangrijk om te laten zien dat er heel veel verschillende drags in Nederland zijn. En dat het een kunstvorm is. En dat wou ik heel graag uitdragen en dan met mijn bekendheid meer kunnen betekenen voor anderen. Dus dat vond ik gewoon heel belangrijk, dat ik persoonlijk daar graag op het podium wil staan om te laten zien van kijk, dit ben ik, dit kan ik en hier ga ik naartoe. Ja. Na drag race. Ja. Dat was voor mij gewoon het belangrijkste. Ja. Nou, ik kan me er wel bij aansluiten. Ik wilde ook gewoon, kijk, ik denk dat heel veel queens Drag Race in Amerika hebben gekeken en dat je dan toch een beetje fantaseert over hoe zou het zijn. En als het dan in Nederland komt, ja, dan wil je gewoon meedoen. En ook meedoen aan zo'n wedstrijd zorgt er ook voor dat je je eigen drag heel erg sterk ontwikkelt en dat je veel beter wordt in wat je doet en je krijgt een veel groter bereik. Dus door alle uitdagingen die je hebt gehad, ben je zelf ook een betere drag geworden. Dat je gewoon elke dag onder druk staat. En jullie zijn echt super famous geworden volgens mij ook door het seizoen. Hoe belangrijk was het zeg maar voor Nederland om zo'n show ook in eigen land te hebben en dat te laten zien dat het er ook gewoon is? Ja, heel belangrijk. We hadden bijvoorbeeld nu een reclamespotje mogen doen voor Liefde voor Rotterdam en er wordt onder gewoon neergezet van waarom Trava's, haatberichten, alles. Ja. En dan pas zie je hoe belangrijk het nog is dat het gewoon naar voren komt. Dat wij ook gewoon maar mensen zijn en dat wij gewoon lol hebben in ons vak. En dat wij gewoon zijn. We willen gewoon gevonden worden. En als je ziet hoeveel haat er in Nederland nog is. Ik kom ook nog genoeg mensen tegen als ze me vragen van wat doe je dan? Dan zeg ik ja, ik ben een drag queen. Dan zeg ik, oh, wat is dat? Dan denk ik, nou, weet je niet wat een drag queen is? Het is 2021. Dan denk ik, hallo, heb je RuPaul's Drag Race? Dan zeggen ze, nee, weet ik niet. Dan denk ik, oh, er zijn nog... Kijk, voor ons in onze scene is het heel normaal en iedereen kent het. Ja. Maar buiten onze scene is het voor mensen echt, die hebben gewoon een vraagteken boven hun hoofd. Dus ik dan zeg, ik ben een drag queen. Ja. Dus ik denk dat voor mensen die er nog nooit mee in aanraking zijn geweest, dat het goed is dat het op televisie is. En ook voor de slaapkamer queens, mensen die zeg maar thuis make-up doen, dat het gewoon goed is om representatie op tv te zien. Slaapkamer queen is iemand die graag queen wil zijn, maar dat niet in het openbaar durft te doen. Die zeg maar thuis oefent en dan nog niet op een podium of nu kan het even niet. Maar het is gewoon heel grappig, er waren twee kranten die schreven over ons. De ene krant die schreef, ze doen karaoke met een ratslag, nou, dan snap je ook al niet wat te doen. En de andere krant die schreef, ze verkleden zich en staan alleen maar in cafés. Oh, ja. Toen dacht ik, ja, maar dat is volgens mij niet wat wij doen. Nee. Dus het is gewoon nog niet bekend. Wel een heel klein karaoke. Ja, maar ja. Die karaoke bij de ratslag, die vond ik helemaal geweldig. Ja. Ik denk, nou ja, kan geen deze ratslag. Nee, maar snap je? Dus dan zie je dat mensen het gewoon echt niet snappen. Ja. En ik hoop door dit programma dat ze zien. Dit is het eerste programma waar ze ook eigenlijk ons zien achter onze pruik. Ik bedoel, we zijn daar ook als jongen en we vertellen ons levensverhaal als jongen. En daarna gaan we strijden voor die titel. En dat is gewoon een heel groot verschil. Ja, en er zitten een aantal hele indrukwekkende fragmenten in inderdaad, waar je jullie verhalen ook ziet. Wat is een... Ik heb in deze gesprekkenserie ook gesproken met mensen die te maken hebben gehad met anti-homo-geweld, ook in Amsterdam. Dat was een jongen die over straat ging en in elkaar werd geslagen. Maar hoe is het voor jullie? Kunnen jullie in deze outfit nu hier het café uitlopen en gewoon veilig over straat? Of ben je er ook heel bewust mee bezig? Ik merk voor mij, als ik zeg maar helemaal in drag ben, dat het makkelijker is om over straat te gaan dan dat ik zeg maar in mijn dagelijkse outfit, ik heb altijd van mezelf lange nagels en ook les make-up in mijn dagelijks leven, dat ik dan meer commentaar krijg dan als ik helemaal in drag ben. Okay. Omdat mensen toch in mijn ogen wel eerder accepteren als je helemaal full glam bent dan... zeg maar als een man in een rok loopt of in een jurk. Of, ja. Je moet ook zeggen dat ik banger ben als jongen tegenwoordig dan als vrouw. In Nederland ook. Ik loop ook niet hand in hand bijvoorbeeld. Ik vind het doodeng. En ik hoop dat wel een keer gaat veranderen. Maar in drag voel ik mezelf verzekerd. Ja. Ligt er ook natuurlijk aan hoe je eruit ziet, wat je doet, of je er ook staat. Dat is ook een verschil. Niet dat je bang bent. En wij staan er eigenlijk altijd wel. Maar als jongen ben ik een heel verlegen... Jongen, ik heb een hele grote mond, maar als ik samenloop met iemand heb ik een heel klein hartje en dan ben ik echt, dan kijk ik ga al meteen rennen hoor. Als ik me onveilig voel en ik luister altijd naar mijn intuïtie, dus op het moment dat ik denk van oh my god, iemand kijkt naar mij, dan ben ik meteen, meteen weg. Ja, ik heb hele lange benen en ik ben zo weg, ja. Maar denk je, is het dan misschien als je zo full in drag bent, dan pas je in het hokje en dan snappen mensen het, maar zodra je als man met nagellak of zo oploopt, dan ben je raar en gaan mensen daarop reageren. Ja. Ik denk dat zeg maar dat niet zo duidelijk is en nu als je... helemaal vol in drag ben, dat mensen het dan ook eerder denken van, oh, ik wil eerder een beetje op de foto. Ja. Ook al of ze vinden het wel raar, maar ze gaan niet zo... Ik krijg niet zo vaak opmerkingen. Of spannend. Ja. Dat vinden ze ook. Maar jij hebt een vriend.
En jullie, ik zie altijd leuke foto's dat jullie samen zijn, heel leuk. Maar is dat nou meer geaccepteerd omdat je bekend bent? Of zou je dat ook hebben dat jullie gewoon helemaal in love over straat gaan zonder dat je bekend bent? Nee, ik denk dat mijn vriend en ik zijn ook heel erg bewust als we op straat zijn van is het een plek waar je hand in hand kan of waar je elkaar een zoen geeft of dat je er toch op let. En dat het frustreert mij heel erg hè, dat je daar überhaupt over moet nadenken, want welk hetero-stel denkt ooit na over de vraag of ze elkaar kunnen zoenen of niet. Maar het maakt mij ook heel erg strijdbaar om er wat mee te doen. En ik ben toen ik in de Tweede Kamer kwam, toen ben ik heel erg verrast eigenlijk door de Nederlandse media die dan heel erg erover gingen schrijven van oh, de openlijk homoseksuele D66-politiek. Dat ik van waarom is dat een ding? Ja. En toen heb ik gewoon besloten, oké, ik ga gewoon zolang ik in de Tweede Kamer zit mijn podium ook gebruiken om, ja, om het verhaal te vertellen en een statement te maken. Maar ik denk wel dat het voor mij makkelijker is inderdaad, omdat je dan ja, bekender bent. Maar ik krijg tegelijkertijd ook heel veel haat. Ik weet niet hoeveel haat jullie online krijgen, maar dat zal niet minder zijn dan wat ik af en toe reacties krijg. Ik verbaas me af en toe dat mensen nog zo lelijk kunnen doen. Ik bedoel, Valentijn's filmpje voor de stad en daaronder gewoon zo lelijke reacties. Of het songfestival wat wij hebben gedaan, dat filmpje. Ik bedoel, dat is al een best wel een gay iets. En daaronder gewoon waarvoor die trava's en blablabla, ze moeten dood. Ik denk stiekem altijd van, het is toch allemaal algoritmes. Ik krijg toch ook wat ik leuk vind. Nou, die mensen die haat, die zijn gewoon op zoek ernaar hoor. Ja, sorry, maar ik krijg ook geen dingen waar ik niet... Ik krijg niks van voetbal of dingen waar ik niet geïnteresseerd in ben. Dus die jongens die dat... Want het zijn altijd jongens, die kijken gewoon. Ja, ik wou zeggen, die zijn gewoon stiekem aan het zoeken. Ze gaan er gewoon hard op, maar dat kunnen ze gewoon niet hebben. En dan denk om dan te bewijzen dat ze het against it zijn, gaan ze maar een kutopmerking plaatsen. Ja, denk ik ja. Hey, wat zouden we kunnen doen om gewoon de hele acceptatie nog beter te maken in Nederland? Moeten we jullie naar basisscholen sturen voor voorlichting? Of wat? Ik wou dat heel graag. Ik was ooit, zat ik in een reality-programma en toen heb ik gezegd van ik ga een les maken over de LHBTQ-gemeenschap en die ga ik aan scholen aanbieden. En uiteindelijk is dat wel blijven liggen. Maar ik denk dat het daar begint. Ik denk dat je juist bij het begin moet weten, als de kinderen gewoon klein zijn, dat meegeven. Ik wou ook een kinderboek schrijven, echt voor de jongeren. Dat zijn 3, 4, 5. Vanuit daar al beginnen, dat het gewoon normaal is. Ja, supermooi. Ja. Ik vind dat wel. Gewoon focus op onze eigen community. En no offense, maar fuck iedereen. Ik denk gewoon, ik wil mijn eigen community sterker maken. En zorgen dat niemand zich onzeker voelt. En er zullen altijd mensen zijn op straat die commentaar hebben. Hoe hard wij ook op scholen proberen te gaan veranderen. Er zijn altijd mensen die er anders over nadenken. En dan denk ik, ja, ik focus me liever op de generatie na mij die hetzelfde wil doen als ik. Dat ik hun help, in plaats van dat ik probeer mensen te overtuigen die al against mij zijn, zeg maar. Nou, ik denk dat wij alle drie moeten doen wat we doen. Dus zeg maar, ik moet ervoor zorgen dat de wet en regelgeving er is, dat er een verbod op discriminatie is, dat je niet ontslagen kan worden als je drag bent of whatever in het alfabet. Voorlichting voor jonge kinderen, zodat zij anders tegen de wereld gaan aankijken, maar ook inderdaad de community sterker maken. Omdat je gewoon op je eigen benen moet kunnen staan. Ja, dat is supermooi. Ja. Daarvoor sta ik nu achter het Centraal Station. Ben ik begonnen? Nee. Ja. Ik ben in de stil vandaag. Allee hoor, laat me lekker erin. Hey, wat was kun je nog de eerste keer herinneren dat je als drag het podium opstapte? Ja, ik kan me de eerste keer herinneren. Dat was in Amsterdam, in de Lellebel. Ik was, ik denk, 15 in een met heel flossig blond pruikje en de kleding van mijn zus. Een wimper en een lip. Nee, ik had geen eens een wimper. Ik had alleen een lip. Ik had ook nog geen lip. Die is later ingespoten. Nee, ik had een glossje op, weet je nog heel goed. En een zwarte oogschaduw. En ik zei toen ook van, nou, dit is het. Ik ga dit 5 jaar. Ja. Ik was, ik liep stage. Ik zat op de kunstacademie en ik studeerde mode daar. Toen liep ik stage bij een entertainmentbureau. Toen zei ik op een gegeven moment, ja, ik wil misschien ook wel een keer drag doen. En toen kregen we een aanvraag voor een drag queen die met Amanda Lepore op het podium moest in Villa Thalia. En toen kreeg ik die boeking, dus had ik een outfit voor mezelf gemaakt. En voor het eerst met padding en wel echt helemaal wenkbrauwen afgeplakt. Ik durfde geen nieuwe wenkbrauw te tekenen, dus het was een no-brow look uit angst. Ja. Maar ik stond wel meteen met Amanda Lepore op het podium, dus het was wel meteen ook een hele goede eerste keer, zeg maar. En omdat ik gewoon een hele goede baan had, waarbij ik eigenlijk wel vaker al op een podium weer stond. Dus dat ging meteen eigenlijk best wel lekker. En
Ja, de eerste keer dat ik in een jurk de deur uitging was al veel eerder, toen ik een jaar of 18 was, al met Change of Sexes parties. Dat alle jongens als meisjes moesten en alle meisjes als jongens. En dan ging dacht ik dacht ik, yes, dit is het. Ik ging helemaal all out. Dus dat het was niet de eerste keer dat ik zeg maar als vrouw ging, maar wel, voor mij is travestie wel iets anders als drag. Ja. Dus zeg maar, een man in een jurk is voor mij travestie. En als je in drag gaat, is het toch wel een... Dit is echt de kunstvorm die ik nu voor me zie. Je moet zeggen ook dat toen ik echt vertelde tegen mijn ouders van luister, ik doe drag, ik ga in een travestietencafé werken, een dragcafé. Toen heeft mijn vader, mijn pleegvader, heeft mijn allereerste jurk gekocht. En die zei, we gaan het wel doen, dat je wel echt heel mooi eruit ziet. Echt goed doen. En toen zijn we naar het Waterloopplein gegaan. Heb ik een heel hoerig jurkje gekregen van hem. Ja, echt waar. Strapless, ik weet nog heel goed. Met een tutuutje en allemaal gele bandjes. En die heb ik nog steeds. Was wel een maatje XS. En kan je erin? Ja, dat kan ik erin. Als je naar de gevallen bent. En hij zei van, ik sta helemaal 100% achter je, maar we gaan het wel goed doen. Ja. Dat is superbelangrijk. Dus dat was dat je support krijgt. Een heel goede support had. Ik heb van mijn ouders ook altijd. Ik heb op, ik denk op mijn 7e of mijn 8e heeft mijn moeder voor mij de jurk van Belle en het Beest gemaakt. Want we waren in Disneyland geweest en ik wilde zo graag de jurk hebben, maar dat was natuurlijk heel duur daar. Dus toen ben ik daar echt een paar dagen echt heel erg verdrietig van geweest dat ik dat niet mocht hebben. En toen had mijn moeder die jurk zelf voor mij gemaakt en een bruik voor me gekocht en bij een tweedehands winkel hakken gekocht. En, dit. Dat was ook al een klein travestietje, hè? Ik ook. En hoe oud zijn jullie daar? Twee. Nog ineens, denk ik. Twee. Volgens mij zit ik hier in groep twee. Oh ja. Dus ik weet niet hoe oud je dan bent. Zijn vijf? Vijf, zes. Ja. Die heb ik overgeslagen. En wat zou je... Waarom deze foto's? Ik denk dat ik hier nog niet weet wat er allemaal komen gaat. Dat het echt nog een heel relaxed leven is. Dat eigenlijk de wereld toch zo hard en zo veranderd is in de loop der jaren, dat ik deze foto heb gekozen. Ik dacht eerst, ik neem hem wat later, maar ik merkte al eigenlijk in groep 5, 6 dat het voor mij... Ik was eigenlijk een hele flamboyante jongen met altijd roezeltjes en krullen en staartjes en roze schoenen. En toen kreeg ik het op de basisschool kreeg ik het al heel moeilijk dat eigenlijk de ouders van kinderen mijn ouders gingen pesten om te zeggen dat ik te vrouwelijk was al. Met dus jouw leeftijdsgenoten vonden het eigenlijk helemaal geen enkel probleem, maar het waren de volwassenen ouders. Die het weer aan het verpesten. Ja, en dat merkte ik dan thuis. Als ik thuis was, dat mijn ouders echt wel aan huilen soms uitbarsten. En die zeiden ook, ja, als je dat wilt dragen, moet je het vooral doen. En het was al als een heel klein jongetje dat ik gewoon heel over de top was. En deze foto is nog voor die tijd. En ik denk dat voor mij wel... Ja, ik hoef er gewoon nergens over na te denken. Ja. Ik moest heel snel nadenken en dat is soms heel vermoeiend, maar soms ook wel heel goed. Maar het is nu al een hele lange strijd om elke keer te blijven nadenken. Ja. Mama Queen? Ik heb even een andere foto ook erbij gepakt. In de jurk die moeder voor me gemaakt had. Maar ik sta hier niet zo vrolijk op de foto, maar ik ben wel op dat moment wel heel blij, maar kijk gewoon een beetje. Hij is wel echt goed gelukt hier maar, trouwens, dat is je moederkant. Ja toch? Ja. Ik maak ook al mijn outfits altijd zelf, dus daar heb ik het van. Deze foto omdat mijn moeder die jurk voor me gemaakt heeft en ik kom thuis altijd met mijn zusje heel lekker mezelf verkleden en dan mijn ouders zeiden altijd van ja doe maar een beetje voorzichtig, ik mag ook niet te ver bij het huis vandaan zeg maar. Mijn zusje en ik gingen wel stiekem op de hak, gingen we een ijsje halen of zo en dan ja dus toch, ik heb van de kind af aan al mezelf wel zo vrij kunnen voelen dat ik me heb kunnen uiten zoals ik wilde en zo mooi hè? Nee, mooi, leuk om die verhalen ook zo te horen en wel wat je dan hebt meegenomen. Je hebt nog iets meegenomen of niet? Ja, nou ja, het is Valentijnsdag. Jammer dat zij erbij zit. Anders hadden we samen een date. Nou, kan ook met z'n drieën tegenwoordig hoor. Dat is allemaal, ja, een beetje mooi. Oh ja, tegenwoordig is het. Ik wou zeggen. Ja, bij D66 mag dat allemaal. Dat oh, is echt? Bij tijd. Ik vond het heel belangrijk om te laten zien dat we ermee bezig zijn. Dus ik heb armbandjes voor ons. Voor jou een zwarte met de regenboogvlag. Wat mooi, dankjewel. En wij hebben hetzelfde, vriendin. Ja! Om eigenlijk gewoon een klein cadeautje dat we altijd herinnerd worden. Aan het feit niet dat we in een hokje geplaatst moeten worden, dus je kan gewoon zo doen. Oh, dat is het elastiek. Oh, nou. Dankjewel. Ja, we moeten niet in een hokje geplaatst worden, maar we moeten er wel aan denken waarvoor we eigenlijk aan het strijden zijn. En toen dacht ik, nou, deze armbandjes, die is een beetje een symbool. Dus als je naar het armbandje kijkt, dan denk je nee, daar heb ik iets anders voor. Oh, okay. Ja, daar heb ik iets anders. Hallo. En deze is dat je me aan bedenkt als je aan het werk bent. Ja, we hadden er eentje besteld. Je krijgt er nog een van ons. Waar we met z'n tweeën zeg maar op staan. Ja. Maar die
Werd niet op tijd, werd niet, ja, met de benen wijd. Nee, als hij warm wordt, gaat onze kleding uit. Dat is een goeie. Dat die moeten we goeie. Doen. Ja. Doen we wel dubbel betalen hoor. Spannend, spannend, spannend. Ja toch? En je krijgt er eentje van waar jullie allebei van ons. Ja, maar dit is top. Ga vandaan zo mijn koffie drinken in de Tweede Kamer. Ja, ja toch? Dat dachten we dus als we nou die andere van mee met mama meenemen. Als je die meenemt naar de Tweede Kamer, dat zou dan, echt helemaal okay, de helemaal de foto van mama die zit binnenin en mijn is er buiten. Dankjewel dat jullie met mij in gesprek wilden. Ik vond het echt inspirerend eigenlijk. Dankjewel dat je ons wilde hebben. Ja. Nu, ik ben echt onder de indruk van hoe jullie erover praten. Dat is echt heel cool, ja.